Welkom bij deze eindejaarsuitzending van Omroep Centraal. Voorafgaand aan het jaaroverzicht van 2015 zenden wij het interview uit met burgemeester Van Someren, waarin hij terugkijkt op het afgelopen jaar en zijn ambtsperiode. Natuurlijk werd ook vooruitgekeken naar het komende jaar. Aansluitend op dit interview kunt u kijken naar het jaaroverzicht 2015. Burgemeester, welkom bij uw laatste eindejaarsgesprek. Ja. We willen een paar dingen doornemen het afgelopen jaar. De mooiste momenten, wat u het meest bijgebleven is. En even terugkijken op uw carrière hier in Gemert. Ja, alle vijf jaren. De vijf jaren, ja. Beginnen bij het positieve, de mooie momenten van dit jaar. De mooie momenten van dit jaar, dat zijn er, ja, eigenlijk zijn er heel veel. Maar dan heb je het ook gelijk over alle vijf jaren. Er zijn zoveel gebeurtenissen geweest waarvan je denkt, het is toch een samenleving die goed in elkaar steekt. Evenementen, feesten, partijen, maar vooral ook betrokkenheid van mensen. En dat vertaalt zich in een hele hoop feesten, partijen, maar ook een 4 mei herdenking, een veteranendag. Maar ook, kijk naar de feestelijke kant, de 50-jarige huwelijken, de 60-jarige huwelijken. En een van de mooiste momenten van dit jaar heb ik toch wel gevonden. Het was gelijk het moeilijkste moment, maar ook een van de mooiste momenten. Het afschaffen van de bezoeken aan de 50-jarige huwelijken. Ja. Want, ik heb het al vaker gezegd, die heb ik altijd indrukwekkend gevonden. De gastvrijheid die je elke keer bij de bezoeken ontving. En als je dat dan afschaft, dan denk je van ja, dat moet niet vertaald worden als van het interesseert de gemeente niet meer. Integendeel zelfs. Maar het aantal werd wat groot. Als er bijna 150-jarige huwelijken. De naoorlogse generatie begint precies, uit te komen. Precies. Ja. En bijna 150-jarige huwelijken op jaarbasis, dat is best veel. Dus dat heeft het college toegebracht om te zeggen van we doen het toch één keer per jaar nu. Dit komt een beetje over of dat deze burgemeester alleen maar feesten en partijen doet. Nou ja, als je er zoveel hebt, dan komt dat wel zo. Dan lijkt het daar wel op. Maar ik vind het wel een. Kijk, dat is de ene kant, maar er staat ook een andere kant tegenover. Als er trieste gebeurtenissen zijn, en daar reken ik voor het gemak 4 mei en Veteranendag dan toch maar bij. En als er een ernstig ongeval in de gemeente geweest is, dan wil je ook daar medeleven betuigen. Dus het is naar beide kanten toe. Ja, en dan zijn de feesten en partijen zijn natuurlijk altijd leuker. Leuker, ja. Maar de anderen die zijn misschien wel zeker zo belangrijk om daar dan ook medeleven te betuigen. Je stuit elke keer op een gastvrijheid die groot is, die hoog is. En met name de eerste keer dat we nu de bijeenkomst met de 50-jarige huwelijk hebben gehad. In het Boerenbondsmuseum zijn we dit jaar geweest. Dat was geweldig. Ook hoeft de mensen dan onderling weer, je ziet daar weer nieuwe vriendschappen ontstaan. Ja, mensen die elkaar toch, ook al zit je binnen de gemeentegrens. Die elkaar nog van de jeugd al kennen, lang uit het oog verloren zijn. En we komen gauw nog weer een keer bij elkaar op bezoek. En dan denk ik, ja, dat is ook weer een mooie bijvangst van zo'n bijeenkomst. De mooie momenten. Ja. Wat heeft dit jaar het meeste indruk op u gemaakt? We zijn begonnen met de gebeurtenissen in Parijs. Met de aanslag met Charlie. En we hebben nu halverwege november hebben wij die hele reeks van aanslagen gehad. En dat heeft op mij wel heel veel indruk gemaakt. Dat was vrijdag de 13e. Was net een bijeenkomst van burgemeesters uit de regio gezamenlijk. En één die had het bericht gezien dat er in Parijs van alles mis was. Dan gaat het heel snel rond. Dan zie je op dat moment ook hoe of iedereen erop reageert. Toch iets van verslagenheid en onbegrip. En als je dat dan, daarna reden we naar huis toe. En dan hoor je op de radio nog van alles. En dan krijg je de reconstructie van alles wat gebeurd is. Ik heb zaterdag nog een hele tijd tv gevolgd. Waar al die plekken geweest zijn. En we hebben die maandag erop hebben we hier in huis ook nog 2 minuten stilte gehad. Dat vond ik ook wel 2 hele indrukwekkende minuten. Ik heb van sommigen gehoord, het heeft veel langer geduurd. Maar het was ook omdat het voor het gevoel? Nou, ik denk in het echt ook wel. Maar het was zo stil en iedereen voelde zich zo betrokken bij die gebeurtenissen. En dan denk ik van ja, als dit
Een ambtelijk apparaat is toch ook een afspiegeling van de samenleving. Wat hier indruk maakt, maakt in de samenleving dus ook grote indruk. En waarom komt dat nou? Ja, natuurlijk vanwege de triestheid van de gebeurtenissen. Maar vooral denk ik vanwege het ongrijpbare. Je zit op een terras. Ja. Je bent vrij aan het leven, zeg maar. En ineens is het afgelopen. Het is niet voorspelbaar. Kunt u zich voorstellen dat u hier zoiets ook zo midden op een zomerdag, nou geen staat bekend om zijn uitgangsleven, ja. Dat het hier ook ineens gebeurt? Nou, bent u er bang voor? Ik ben er niet bang voor, want je moet wel gewoon, je moet gewoon blijven leven. En dat heb ik dat weekend kwam het ook al direct naar buiten toe. Met name ook als je dan collega's van Rotterdam en Amsterdam hoort, nou die waren fors in de bewoordingen. Ja. En ik ben het daarmee eens. Gewoon de manier van leven die we hebben, die moet je niet af laten pakken. Dus ook hier moet alles gewoon door kunnen gaan. Maar het beangstigende vind ik wel. Het is heel lang een discussie geweest van, ja, dat is in Parijs of dat is in verre landen en dat is niet van ons. Hè. Of het is van de Randstad. Het kan ook hier gebeuren. Ja, het is van ons allemaal. Het is van ons allemaal. En wat je ook ziet. De jongeren die, het zijn er niet veel, maar die wel ineens in de IS actief gaan worden, die komen overal uit het land. Ja, dan zitten we hier een gegeven moment betrekkelijk rustig, ja. Zo zeggen. Ja. We hebben wel een groot, ik dacht iets van 75, 80 nationaliteiten hier een gegeven moment. Iets in onze samenleving van Nou, we hebben, en dat vond ik, als je het hebt over de mooie gebeurtenissen van 2015, de meest trieste hebben we net gehad, maar die zit dan buiten de gemeentegrens, heeft hij zich voltrokken. Je moet alert zijn, wat speelt er in de eigen gemeente? Nou, politie is dat, maar ik denk dat iedereen dat moet zijn. Maar er moet ook geen paniek zijn. Je moet ervan uitgaan dat het allemaal meevalt, maar wel het kritisch volgen. Ja. Het mooiste moment heb ik toch wel gevonden, de opvang die wij gehad hebben van de vluchtelingen. Ik wil zeggen, ja, het is maar 5 nachten geweest en het zijn er maar 199 geweest. Maar het zijn toch spannende momenten. Want als je, nou ja, nu hebben we pas ook weer, alweer wat langer geleden in Steenbergen de bijeenkomsten gezien. We hebben pas gezien Geldermalsen. Dat zijn toch gebeurtenissen die hakken erin. Nou is nood- of crisisopvang iets anders als een AZC-vestiging in de gemeente. Klopt. Zijn er plannen geweest, zijn er ideeën geweest die richting in om een gemeenschap te doen? Nee, maar wat wel, het COA is natuurlijk actief en wat ik pas ook bij... De gemeentesecretaris, coördinator van het vluchtelingen. Ja, maar dat wil niet zeggen dat daarmee de vluchtelingen automatisch een gegeven bakel toekomen. Dat is mooi verdeeld over de hele regio. Maar ik was nou afgelopen weekend, en dat vond ik wel heel bijzonder, er was een bijeenkomst van VNG en het COA in Doorn, Huis Doorn. En daar werd een tentoonstelling geopend, maar ook een paar lezingen. En één daarvan, die ging ook over de vluchtelingenstroom. En de voorspelling was wel dat we er niet op hoeven te rekenen dat die vluchtelingenstroom de komende 2 jaar minder gaat worden. Met andere woorden, die toestroom die blijft. En dan denk ik dat Geemert Bakel niet zal kunnen volstaan met 5 nachten crisisnoodopvang. Daar zal een vervolg op komen. Daar is het COA is natuurlijk in de landen druk op zoek naar locaties. En daar zullen wij ook wel een keer aan bod komen. Even terug naar de gemeente Geemert Bakel. Ja? Want dit is een nationaal, internationaal probleem natuurlijk. Wat is u dit jaar in de gemeente Geemert Bakel het meeste tegengevallen? Je zegt van, dat had eigenlijk niet moeten gebeuren. Nou ja, misschien dat het de positieve inslag is die je altijd hebt. Als je het zo vraagt, dan kan ik er niet eigenlijk onmiddellijk een antwoord op geven. Nou, dan heb ik er nog wel eentje. Oh, ben benieuwd. Ik heb er nog wel eentje. Ja. 275.000 euro huurschuld. Ja. Van een bevolkingsgroep die toch al onder de loep ligt. Ja. Waar zit de crux? Waar zit de fout ergens? Want hier wordt de gemeente op aangesproken natuurlijk. Hier wordt de gemeente op aangesproken en terecht ook. Wat wel meespeelt is, ik wil toch even noemen hoe of het bedrag naar buiten is gekomen. Want op een gegeven ogenblik is gevraagd van wat staat er nog aan schulden open binnen de gemeente. Dat is niet alleen deze groep, dat zijn meer groepen. En deze groep
is dan bij ons in de boeken, omdat wij nou eenmaal de verhuurder zijn. Ik kan me voorstellen dat bij Goed Wonen zal er ook hier en daar achterstand zijn. Dan zul je misschien over andere bedragen spreken. Hier zit wel een wat langere geschiedenis aan. Dat heeft alles te maken met het onderhoud en nog een aantal zaken. Maar ook laksheid in handhaving? Nee, dat denk ik niet. Die indruk wek je wel als je zo'n bedrag ineens naar buiten komt. Daar moeten we ook niet geheimzinnig over doen. Maar één ding kan ik wel zeggen. Dat is dat niet nu nadat het in de pers is gekomen, dat het college ineens wakker is geworden van oei, nou moeten we wat aan dat bedrag gaan doen. Dat is al langer een punt van aandacht en zorg. Maar er wordt dan een vraag gesteld in de raad, afgelopen raadsvergadering. Ja. En dan hoor ik een datum eind februari, hoor ik dat dan het onderzoek afgerond is? Ja, maar dat neemt niet weg dat er op verschillende onderdelen al wel acties zijn ondernomen. Die liepen al. En acties kunnen soms ook nog heel lang duren, want mensen hebben ook rechten. Ja. Dus het is niet zo dat als je iets in gang zet, dat toch gelijk opgelost is. Goed. En het is dus ook niet zo dat we nu pas beginnen aan een traject om het ongedaan te maken. Dan, 5 jaar geleden kwam u vol ambitie naar Genk toe. Ja. Vanuit Heumen. Ja. Wij zijn toen bij u geweest, het gemeentehuis in Heumen, om u te interviewen. En u zag het helemaal zitten. En nu een jaar voor sluitingsdatum, zeg je van, ik scherm me uit. Ja, dat is... Hoe komt het zo? Het is toch iets sneller gekomen dan voorzien. Ik heb toen ik hier kwam... En ik wil het nog eens opzoeken, want volgens mij heb ik dat toen zelfs ook in de gesprekken al gezegd. Als ik de 6 jaar volmaak, dan ben ik 64 en een behoorlijk aantal maanden. En toen was het nog in de tijd dat 65 was de pensioengerechtigde leeftijd. Ja. En ik denk, als er nog een paar maanden te gaan is, dan ga je niet vol enthousiasme zeggen van ik ga nog voor een tweede termijn en dan... is die begonnen en dan zeg je van nou, tot ziens. Dat vind ik dan niet kloppen. Maar dan ben je op weg naar dat zesde jaar en omstreeks nu moet je dan toch wat gaan, gaan vinden. Ja. Die afweging speelde allerlei dingen mee. Dus dat er geen verlenging van de termijn zou komen. Dat stond voor mij vast. Speelt daar de woonsituatie Speelt er nadrukkelijk in mee, ja. Want in Heumen was het eigenlijk hetzelfde, want je woont nog steeds in Didam. Wel met dienverstand. Ik heb daar ook, op een gegeven moment heb ik daar wel iets van gezien dat ik nooit in Heumen gewoond zou hebben. Dat is toch een hardnekkig misverstand, want we hebben daar dubbele huisvesting gehad, maar dat had er toen ook alles mee te maken. Dat de woning daar ook een tijd niet in de verkoop is geweest. Maar het had meer met de situatie met kinderen te maken die naar school gaan. Dat is eindig. En dat is inmiddels ook allemaal klaar. Ieder huisvader heeft dat. Ja, dus dan is het van, vader wil wel iets anders gaan doen. Maar moeten de kinderen daar dan de dupe van worden? Dat speelt mee. Dat hebben we toen zo opgelost. En dan is het wel eens een beetje sneu als je dan ziet van, hij heeft er helemaal niet gewoond. Integendeel, het is ook een tijd dubbele huisvesting geweest. Is het hier ook geweest? Hoe is de gemeente Genk-Waken bevallen? Heeft je er alles uit kunnen halen wat u dacht dat je eruit zou willen gaan halen? Want in het begin kreeg je wel de indruk dat er heel veel dossiers waren waar wat mee moest. Want er zijn wat lijken uit de kast gekomen. Ik kwam wel op een heel goede manier. Nou ja, eigenlijk achteraf gezien is dat wel een beeld wat steeds het hoofd speelt. Het moment van dat je hier kwam, er was natuurlijk al wel van alles verteld. En dat er een Bing-onderzoek liep en dat er, financieel toch ook... Ik kan me nog herinneren dat er nog gezegd, voordat ik begon, werd gezegd van we kunnen je om 2 redenen feliciteren. En dat is dat je voorgedragen wordt voor burgemeester van Gemert-Bakel. En dat kasteel is gekocht door de gemeente. Ja. Dat de eerste, dat klopt door. Dat is doorgegaan. Maar tweede, dat is niet doorgegaan en daarvan kun je zeggen dat is jammer geweest.
Financieel gezien is het denk ik niet jammer geweest voor de gemeente, want dan had je er nog een last van 7 miljoen bij gehad. Is dat voor de gemeente nog een hoofdpijn dossier? Dat kasteel, of zegt de gemeente van nou, wij houden afstand, want het is niet van ons, het is van de paters, die zijn in onderhandeling? Nou ja, zo liggen de feiten. Wij zijn op dit moment geen partij en als er verzoeken en vragen komen om dingen te doen, dan worden die hier beoordeeld. Ja, ja. Maar het is niet dat wij in de lead zijn daarbij. Nee. Maar ik zou het wel heel plezierig vinden als daar een heel mooi vervolg... Dat zal niet meer voor 1 maart zijn. Nee, nee. Maar ik zou het wel heel mooi vinden als er nog een... binnen afzienbare tijd toch een mooi vervolg op het... Want op mooie dagen heb ik de gordijnen altijd open. En als ik dan hier aan deze tafel zit en je kijkt zo naar buiten en je ziet het kasteel zo liggen... Dan denk ik, nou daar word je helemaal rustig van als je het zo ziet liggen. Verlaat u geen wat baken straks met een goed gevoel? Ja. Alles eruit gehaald wat je uit kon halen? Nee, er kan altijd meer uitgehaald worden. Maar als je ziet, en dat bedoelde ik net al even te zeggen... als je ziet wat er speelde toen je hier begon... en je kijkt naar de situatie nu... en dat is niet dat je alles op je eigen konto wil schrijven... maar dan is er met hard en intensief werken door heel veel mensen... is het toch wel het een en ander... Het beweegt de goede kant op. Ik heb het idee dat als je dan naar de raadsvergaderingen kijkt... dat er nog nooit zo'n samenwerking geweest is tussen oppositie en de coalitie. Ik heb twee dingen vallen daar denk ik in op. Ik heb toen ik hier pas kwam... elke maand is er een bijeenkomst van de burgemeesters. En in het begin, dus op vrijdagmiddag altijd, en elke keer als je daar binnenkwam... Met een beetje meewaring over geen nou, dan kreeg, ja, dat, maar ik kreeg ook het eerst het woord om de laatste stand van zaken even te melden. Ja, ja, ja. En na anderhalf jaar, twee jaar, kreeg ik niet meer het eerste woord. Dan zie je toch dat de knelpunten en de problemen op andere plekken minstens op hetzelfde niveau liggen of groter zijn of actueler zijn. Hè. Dat is gelukkig zo gebleven. Heeft u dan wel eens een binnenpretje? Als je dan in de krant of bij je collega's hoort van, bij ons gaat het nou niet zo goed. Hè? We kijken naar de buurgemeentes, die liepen allemaal te lachen over te wijzen naar geen partij. Ja, maar het is echt, en nou zitten ze zelf. Hè? Er is echt naar ons gewezen. Van, en dat vind ik, als je het hebt over, als je terugkijkt, vind ik dat denk ik, het is niet het mooiste moment geweest. Want als je de dorpen langs gaat met het bericht dat de OZB zo draconisch verhoogd gaat worden, is dat geen leuk bericht. Volgens mij heeft u Jermaine dan wel eens een binnenpretje als u bij je collega's bent die twee jaar geleden nog wezen naar geen van kijk eens de stumpers en nu zelf in de problemen zitten. Ja, vooral binnenpretje ook. Het is niet zo dat je dat breed etaleert, maar over de tafel, het zijn wel momenten dat je even kunt genieten. En vooral ook het moment wat mij, het is niet het mooiste moment geweest, maar het is wel een ingrijpend moment geweest. Dat je de dorpen langs gaat met het bericht dat de OZB zo draconisch verhoogd moet worden. En dat de verenigingen ook nog minder van de gemeente krijgen. Ik heb het wel heel bijzonder gevonden dat er, het is niet leuk, maar dat er toch begrip was. Vertaald naar je eigen portemonnee, de huissituatie, het huishoudboekje moet je een beetje kloppen. Blij dat er doorgepakt is. Ik heb het van heel veel mensen ook hier binnen de gemeente gehoord. Ook vanuit bedrijfsleven, zo van, en daar heb je van heel veel mensen gehoord van, ja, als het dan in het bedrijf een keer een zeepert is of een tegenvaller of hoe je het ook noemt, dan moet je zorgen dat je gelijk schoon schip maakt en daarna ga je weer bouwen. Nou, dat is hier ook gebeurd en nou zie je dat je met de OZB telkens in het goede stramien zit en dit jaar bij de begrotingsvaststelling zelfs tot een belastingverlaging kunt overgaan met 10%. Als hoogste van het land bijna. Ja. Ja, en ik vond het in de laatste raadsvergadering wel terecht, de discussie dat even gezegd werd. Maar als je het nu verlaagt, pas op dat je het volgend jaar weer niet moet verhogen. Dus dat het zo'n rare zigzagkoers gaat worden. De hele situatie rond de vermindering van de subsidies, OZB. De Geemertse mensen die klimmen niet op de barricades. Hè? Nee. Want ik denk dat jullie dat wel verwacht hadden van verenigingen massaal. Nou goed, de raadzaal is op een gegeven moment wel volgelopen toen met kunstlokaal. Ja. Maar dat valt allemaal best mee. Het valt mee en het heeft met de inwoners te maken. Zo van, de feiten die spreken voor zich. Je kunt het wel willen, maar het moet ook ergens vandaan komen. Ja. Dus er zit ook een stuk nuchterheid in.
Leuk is het niet. Nou, het gemeentebestuur en de raad vinden het ook niet leuk dat je die maatregelen moet nemen. Maar als je nu vervolgens merkt, een heel gek voorbeeld, de rips, het ploegenvist. Het is pas weer geweest, ja. Hè? Daar wordt een opbrengst. Ongekend. Is ongekend. Ja. Voor verenigingen in het dorp. En dan word ik uitgenodigd om dat uit te reiken. En ik, ja, ik heb al, ik, hebben we dit vroeger? Nou, dat heb ik een keer zo benoemd. Van ja, maar waarom word ik nou uitgenodigd? De gemeente die verleent geen subsidie. We hebben er niks mee te maken wat jullie hebben opgehaald voor het eigen dorp. En ik mag het uitreiken. En toch word je uitgenodigd. En dat vind ik dan wel hele bijzondere momenten. Want dan heeft het ook iets met gemeenschapszin te maken. Ja. En wij als samenleving, wij zetten de schouders eronder en we lossen het op. Ik denk dat we er helemaal goed in zijn in het zelf oplossen, het zelf regelen. Want als we hier in het centrum kijken, hoe dat Ridderplein geworden is. Geweldig. Hoe dat hier in de zomer de activiteiten er zijn. Ja. Daar mag je alleen maar trots op zijn. Ik heb het pas ook nog eens een keer genoemd bij mensen. We hebben een paar jaar geleden is toen die tijdrit van het dameswielrennen geweest. Die zou ergens niet door kunnen gaan. En toen waren er een hele hoop gemeenten kapers op de kust om die snel binnen te halen. En wij hadden de hoofdprijs. Ja. En hoe kwam het? Door heel snel te handelen. Want eigenlijk is toen al alles geregeld voordat het college nog maar ja kon zeggen. Later heb ik van andere gemeenten gehoord van waarom is het nou een gegeven moment Bakel gekomen. Het gebeurt hier wel meer dat er iets geregeld wordt. Nee, je moet oppassen dat het dan niet helemaal buiten welke regel is ook dan. Hierbij speelde dat niet. Maar wat ik dan wel mooi vind is dat iedereen de schouders eronder zet. Want winkels kunnen dan ook niet open zijn. Maar ter wille van het evenement er moet ook wat te beleven zijn. Ja. Dat enthousiasme wat dan is, dat vind ik wel heel bijzonder. We zijn aan het einde van het gesprek. Ik denk dat de gemeente Gemert-Baken teruggekeken op een goed jaar. Ja. En op een gunstige wijze aan het afsluiten is. Ja, ik denk dat klopt. Als je in de zeven dorpen bent, wat ik heel vaak gehoord heb de afgelopen maanden is. De rust is weer gekeerd, de gemeente is op de goede weg. En dat zijn niet de mensen die je in het politieke circuit telkens tegenkomt, maar gewoon bij verenigingen, mensen die je aanspreekt. Ja, maar ook gewoon willekeurige burgers waarvan ik niet weet in welke vereniging of ze zitten. Ja. Die dat zo spontaan zeggen, nou dat vind ik heel plezierig om te horen. En ja, we hebben pas de begrotingsvaststelling gehad in de raad. Daar heb ik één verwijt op gekregen en dat was dat de vergadering buitengewoon saai was. Ja, ja, want er is voor ons, voor de televisiemakers, is er niks meer aan hoor. Nee. Dat robotje vecht wat we een paar jaar geleden hadden, dat is er niet meer bij. Nee, en toch vind ik dat niet erg. Nee, dat kan ik me voorstellen. Nee. Maar wij gaan er met een andere blik in natuurlijk. Ja, snap ik. 5 januari, ja. Dan is de nieuwjaarsreceptie. Ja. U mag ze nu uitnodigen. Nou, dan... Ik kan al zeggen dat we zijn daar een aantal jaren geleden mee begonnen. We zijn het eerste jaar in een nieuwe opzet in Bakel geweest. We zijn naar de Mortel geweest, we zijn in de Rips geweest. En dit jaar, ik heb nog net ambtelijk was al het een en ander voorbereid voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Eén keer ben ik ook mee geweest naar Elsendorp om te horen hoe of de stand van zaken van de voorbereiding was. Ze zijn er daar, ik denk nu al klaar voor. Er is met geweldig enthousiasme gewerkt om daar de boel op orde te brengen. Zij zijn klaar voor de ontvangst van heel veel inwoners van Gemert-Bakel. En ik zou het zelf heel plezierig vinden om op 5 januari in Elsendorp heel veel mensen van binnen de gemeentegrenzen te ontmoeten. De uitnodiging voor 5 januari, dat is één ding. Maar daaraan vooraf gaat nog iets heel belangrijks en dat wil ik toch graag even genoemd hebben. In de landen zie je heel vaak dat met oud en nieuw er overal gedoe is. De afgelopen jaren is hier rustig verlopen. Ik zou het heel plezierig vinden als de komende jaarwisseling hier ook plezierig verloopt. En ik wens u hier vanaf nu deze plek iedereen al een hele goede jaarwisseling. Maar vooral ook een heel goed 2016.